Los! Los! Juist, goed uit. Heel goed. Dani, wat is het idee achter deze keeperschool? Als eerste om mezelf goed te ontwikkelen als keeperstrainer. En omdat wij een heel plan samen ook met 4Skills hebben uitgeschreven om 4Skills en goalkeeping ABC zo groot mogelijk te maken in Nederland en misschien wel in het buitenland over een paar jaar. Hoe bijzonder is dat om samen met jezelf een keeperschool te beginnen? Nou, ik vind het heel bijzonder, ja. In ieder geval om samen hem in ieder geval dingen te doen die we allebei heel leuk vinden, dus ja. Ja, maar kijk, voor jou is het niet nieuw, hè? Hoe lang ben je al keeperstrainer? Ik denk zeker 20, 25 jaar denk ik. Dus ja, ik zit nu 16 jaar bij Achilles. En van tevoren volop actief hier binnen deze vereniging. Dus ja. Ik ben ook keeperstrainer bij Achilles in de jeugd. En dat is goed te doen na de trainingen. Dus dan train ik zelf eerst bijvoorbeeld met de eerste elftal of met de tweede elftal. En daarna kan ik mooi de jeugdkeepers pakken in 3 kwartier. En hetzelfde als vandaag, ik ben vaak de woensdags vrij. En ik werk met mijn studie veel aan marketinggedeelte en ondernemerschap. En dat kan ik mooi ook met deze onderneming combineren. Ik verwacht vandaag bij zo'n keepersdag kinderen die gewoon op een hele leuke manier bezig kunt houden en ook wat informatie mee kunt geven en vooral veel plezier kunt geven. En ja, als je bij Achilles gaat kijken, ben je een eerste elftal, ja, dan wordt het natuurlijk anders. Dan is het vooral op een hoog niveau proberen te presteren en proberen resultaten te boeken, week in, week uit. Wat is nou zo mooi aan keepen? Ja, ballen tegenhouden natuurlijk. En dat je belangrijk kan zijn voor je team door net die beslissende bal te pakken. Van wie heb je het meegekregen, die passie voor het keeper? Ja, ik denk die nu de bal aan het schieten is, hè? Mijn vader. Hij heeft natuurlijk eerst gevoetbald. En hij kon eigenlijk voetballen en keeper. Dus. En dan is het natuurlijk wel de vraag van ja, wat wil je? Maar goed, toen zag je je vader af en toe in de goal staan. Toen was de keuze ook gemaakt, volgens mij. Als eerste wil ik eerst de Super League halen. En dan verder kijken naar eventueel de Eredivisie. En mijn droom is om in Engeland te spelen. Ja, maar ook als keeperstrainer heb je natuurlijk ook plannen? Vooral dit met 4Skills zo groot mogelijk maken hier. En dan eventueel na mijn voetbalkeeperscarrière alles op te pakken als keeperstrainer. Pop, 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 pop.